Bijna iedereen heeft op tv wel eens naar de Tour de France gekeken. Indrukwekkend spektakel als die wielerkaravaan gedurende 3,5 week dwars door Frankrijk rijdt. En dan realiseer je niet altijd dat elke dag en elke etappe bij de aankomststreep een compleet dorp moet worden opgebouwd. Met een huldigingspodium, een finishboog, tribunes voor de VIP's en dan ook nog commentaarplekken voor die talloze journalisten. En dat wordt allemaal gemaakt in Brabant, bij Movico in Deurne. Movico is gespecialiseerd in mobiele units. Dat zijn trailers, zeg maar plat gezegd, enorme dozen op wielen. Maar dan wel hele bijzondere dozen, want die kunnen alle kanten uitschuiven. In de lengte, in de hoogte, in de breedte. En dan ontstaan er dit soort bouwsels met wel 3 verdiepingen, inclusief dakterras. En dit enorme gevaarte wordt in 2-3 uur geplaatst, in een handomdraai dus. En deze mobiele units die worden all over the world ingezet. Bij evenementen, bij beurzen, bij bedrijfspresentaties. Dat is booming business hoor. Weet je wat dit is? Dit is nou die beroemde finishboog die in de laatste Tour de France door die bus werd geramd. Dat is deze dus. Hier worden de units aangepast aan de eisen van de klant. Moet er een keuken, een toilet, een complete badkamer? Het is allemaal geen probleem. Moet het gebruikt worden als showroom, of als cursusruimte, of als mobiele tv-studio? Het kan echt allemaal. Deze unit bijvoorbeeld wordt getransformeerd tot een presentatieruimte, waarmee de opdrachtgever een jaar lang dwars door Europa rijdt. Ja, en dit trekt wel volk, hè? Stefan Aspers, jij gaat over de sales en de marketing. Nou, zijn jullie tegenwoordig hofleverancier van de Tour de France. Hoe is dat ooit zo begonnen? Nou, wij stonden in 1996 voor de tourstart in Den Bosch met een promotiewagen van Philips. Een hele mooie. En ja, die trok de aandacht van de Tour de France organisatie. En zodoende kwam het dat we een jaar later voor de eerste keer met 2 hospitality units in de Tour de France aanwezig waren. Nou, wat een succes zeg. En wat doen jullie nog meer dan de Tour alleen? Wij zijn ook actief in de Giro d'Italia bijvoorbeeld, als we het over de sport hebben. Dakar die er nu aan zit te komen, gaan we voor de 5e keer alweer naartoe. Jeetje. En daarnaast doen we hele mooie beurzen en internationale roadshows. Nou, zijn een heleboel van die evenementen zijn seizoensgebonden, hè? Zeg maar van maart tot en met september. Dan zijn jullie voor de rest van het jaar in winterslaap of zo? Nee, was dat maar zo. Nee, wij gebruiken de winter voor revisie van ons wagenpark. Aan de andere kant draaien we op dit moment nog voor een aantal beurzen volgende weken in Duitsland. En we hebben ook anticyclisch nagedacht over omzet te halen in de winter. Dus we zijn naar de wintersport aan het gaan. Heb je nog dromen die verwezenlijkt moeten worden? Nee, we hebben niet direct dromen in de zin van grotere evenementen. Nee, we zijn echt op zoek naar pareltjes in de projecten die wij mogen doen voor klanten. En een van die mooie pareltjes was afgelopen week toen wij op het Rode Plein in Moskou stonden. Met Willem-Alexander en Maxima. Ja, precies. Wij werken voor een Russische tv-zender en daar hebben wij een mobiele tv-studio neergezet op het Rode Plein. En dat zijn nou de dingen waar we met z'n allen heel veel energie uit halen. Ik zie het aan je oogjes, die gaan twinkelen dan. Hartstikke bedankt. Heel graag naar je. Dit bedrijf is net een spannend jongensboek. Ooit heel klein begonnen met een simpele aanhangwagen staan ze nu op de eerste rij van wereldreglementen. Wat mij dan opvalt is dat ze zo nuchter zijn gebleven, met beide benen op de grond. Gewoon een kwestie van hard werken zeggen zie je en bovenal op elkaar kunnen rekenen. Samenwerken, daar gaat het om. Want het product, dat is hartstikke goed. Maar de mensen, die maken het verschil. Ik vind dat Brabants klinken.